Hey, levensvleers. Welkom weer bij een nieuw briefje van Bier en Spijs met Thijs Thijs. Thijs Tijd. Vandaag review ik van het Eltje de Houdini. Dan gaan we kijken wat de kleur, geur en smaak gaan doen. Afgelopen woensdag heb ik de Barista Chocolate Quad gereviewd van Kasteelbier. Dus we gaan kijken hoe deze gaat smaken. Dus we gaan opentrekken en we gaan even kijken wat hij gaat doen. De kleur, geur en smaak. Hij schiet helemaal in, helemaal licht. Mooi schuimkraag. Hij is in ieder geval 5%. Ik heb al aan de afgelopen maandag heb ik ook een auto gedronken. Dus de Old Bundy. Dus ook erg lekker, van 8,2% uit mijn hoofd nog. Ik had ook in de review van maandag van de Beer Geeks, de Piet Alles. Ik ben er gehad, die heb ik ook. Die ga ik dit weekend drinken. Dus mag ik nou even naar de neus doen. Hij ruikt echt een beetje citrusachtig. Lekker qua geur. Dus, we gaan hem even proeven. Ze zeggen cheers. Qua citrus komt hij heel erg wel naar voren toe. Heel zacht qua smaak. Ik heb al een tijdje uit de koelkast gehaald. Ik heb nog een lekker vitamines. Is dat vitamines met een fruitvliegje? Ik weet niet hoe je het noemt. Extra vitamines. Zit dan maar. Altijd lekker. Ja, ik vind hem qua kleuren is hij heel mooi citrusgeel. Dus, heel mooi, er schijnt maar wel citrusgeel van de citroengeur, kleur. Komt er ook erg in naar voren toe. Als ik deze bij een gerecht moet doen, is het lekker bij een visje, een salmpie. Scholletje, slipdoentje, zeetoentje, lekker met citroen. Met ragoen dressing. Zou hem ook lekker te vinden. Lekker bij vissoorten. Daar past deze heel goed bij. Deze Houdini. Komt de Eltje. Zet zien, verklip mijn lamp eventjes. Kijk, ik kan er een kleurknop zetten. Dat is wel een leuk iets. In principe, ik vind het niet verkeerd deze Houdini. Ik kan er vrij weinig over zeggen. Ik kan een tijdje uit de koelkast staan dat hij iets warmer was. Bij een kamertemperatuur dat hij misschien het, zijn smaak wat beter werd. Ik vond het toen ik hem uit de koelkast haalde wel koud. Maar niet verkeerd. Ik vind echt, als je een beetje op deze temperatuur schenkt van een graadje of 10, 11, komt hij heel mooi qua smaak meer naar voren toe dan ik te koud drinkt. Lijkt te complex. Echt die citrus, het citroentje komt er heel erg naar voren toe. Maar op zich. Hij is goed te doen, ik zou zeggen. Ik houd hierbij. Mocht je het leuk vinden, abonneer je op mijn kanaal. En tot de volgende review. Tot volgende week, mensen.